Een hele goede dag en welkom bij de allereerste Privé TV van 2016. Namens het hele team natuurlijk de beste wensen, ook namens ons. Voor Bill Cosby wordt het sowieso een rot jaar, dat is zeker, want de misbruikrechtszaken komen eraan. Geen beste wensen dus voor de 78-jarige komiek, maar iets heel anders. Mariette Oosterwijk, gelukkig nieuwjaar. De hel, hè, kan die krijgen. Zo. Nou, volgens de vrouw wel, met wie die meer dan een halve eeuw samen is, hè. Getrouwd en wel. Ze zegt, nou, geen gevangenisstraf, maar wel de hel waar die nu doorheen gaat, maar ook een hel waarvan die zegt, die bestaat niet. Dus hij ontkent nog steeds in alle toonaarden. Ja, maar dat wilde bij jou in ieder geval niet meer in, hè? Hij komt er niet meer onderuit. En ik ben wel blij als je dat zo kunt zeggen. Want ik dacht even dat hij ons zou ontglippen. Ja. Maar hij gaat nu toch echt gepakt worden. En, maar even terug naar zijn vrouw, Mariette. Ja. Want we zien hier nog die gezellige foto in Betere Tijden. Ja. Zij heeft hem toch al die tijd wel gesteund en nu ineens niet meer. Ze hadden een beetje een afspraak van, nou, als je niet genoeg aan mij hebt, dan mag je inderdaad een ander vlees zitten. Maar doe het discreet en zet me nooit voor schut. He, dat kan een soort van afspraak zijn als hij nou niet genoeg heeft aan één vrouw. Ja. Maar als er iemand voor schut is gezet, dan is het Camille wel het afgelopen jaar. Daar is ze nu echt wel helemaal zat van. En ze zou bij hem zijn gebleven om te voorkomen dat ze niet hoefde te getuigen. Dus geen privégesprekken openbaar hoefde te maken. Maar daar heeft de officier van justitie nu even korte metten mee gemaakt. Ja, want ze moet komen, hè? Deze week al, toch? Absoluut, want de feiten zijn overweldigend. En zij willen deze mevrouw Cosby toch even aan haar tand voelen. En dat zal woensdag gebeuren. Ja, precies. Maar hoe zit het nu met deze zaak precies? Want de getallen liepen me op. Op een gegeven moment waren het 50 vrouwen. Zaken waren verjaard. Ja. Hoe zit het nou? Klopt, meer dan 50. Het begon rond 2004. Het begon met Andrea Constant. Toen hebben daar nog drie vrouwen een schepje bovenop gedaan, maar dat is afgekocht. Nee. En toen 10 jaar later, hè, dus vorig jaar herfst, nou 2014 hebben we het dan over, toen heeft de komiek toch ook gezegd van, dat hij een verkrachter was. Ja. En toen is het weer begonnen en de getuigenis van Denise Dickinson, hè, een topmodel, die heeft toch echt wel voor een ommekeer gezorgd. En hij kan gewoon niet meer terug. Hij is er gewoon gloeiend bij. En ze hebben allemaal hetzelfde verhaal. Hè? Een pilletje in het drankje. En dan het volgende moment zagen ze hem half naakt in een badjas door de kamer rondlopen. Terwijl ze dachten, ik zat net nog met hem aan tafel. Weet je wel? Wat is er gebeurd? Ja, en hoe gaat het eigenlijk verder met hem nu? Want waar zit hij eigenlijk? Hij is woensdag dus voorgeleid. Toen heeft hij ontkend, $1 miljoen borg betaald, paspoort ingeleverd. Met zijn privéhelikopter is hij naar zijn landgoed in Massachusetts. Dan mag hij gewoon weer naar huis. Ja, hij mocht gewoon weer naar huis. Daar heeft hij oud en nieuw gevierd op zijn landgoed. En waar hij trouwens veel verdriet heeft liggen. Hè, daar ligt ook zijn vermoorde zoon die in 97 is omgekomen. Mm. Of zijn vrouw daarbij was of niet, dat weten we niet. Maar oud en nieuw heeft hij daar dus op zijn landgoed doorgebracht. En zit te twitteren ook nog. Voor het eerst in lange tijd, hè? Ja, nou, Twitter is op zich wel, ja. Maar ja, ik kan ook zo meteen twitteren van, nou, bedankt John de Mol. Ik denk nog even na over je aanbod. Weet je, friends en fans. Nou, ik vraag me af of hij nog friends en fans heeft. Slaat nergens op wat jou betreft. Slaat helemaal nergens op. De enige vriendin die hij nog heeft, denk ik, is een advocaat. Die zweert dat hij onschuldig is. Ja, die krijgt natuurlijk goed betaald. Ja, weet je, dat is natuurlijk het prikje zo doorheen. Ja. Dus als zijn eigen vrouw hem zelfs laat vallen, dan is denk ik voor hem echt wel het einde in zicht. Ja, je hebt al eens eerder hier aan tafel gezegd dat hij doodgaat in de cel. Denk je daar nog steeds over? Heb ik dat gezegd? Ja, heb je gezegd. Wat grof. Ja, heel grof van je. Je was toen heel erg op dreef ook. Nou, ik begin het jaar gewoon goed. Zachtjes, hè. We gaan langzaam. Je kruid even droog nog. Precies. Ik vind wel dat hij gepakt moet worden. En het kan niet anders dan dat die vrouwen de waarheid spreken. En hij zal toch beboet moeten worden. We gaan er deze week nog veel meer over horen. En dan schuif je gewoon weer aan, toch? Zeker. Goed zo. Dankjewel. Mariette Oosterwijk was dat en dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's natuurlijk op privé.nl. Graag tot morgen. Dag.